Beste mensen, vandaag speel ik RC Mini Racers. Dat is een spel op de Apple Store. En het is eigenlijk, het concept is van die speelgoedautootjes op afstand bestuurbaar. En circuit. We zullen gewoon eerste race zeker. Deze auto. De controls is, wacht hè. Ja, dat, gewoon pijltjes toetsen. Voilà. En dit is raket, denk ik. Oh shit. Oké, dat was niet slim. Oh. Oké, blijkbaar als je R doet, ga je naar je vorige checkpoint. Dus dat was niet slim van mij om dat te doen. En ik denk een raket is... Oké, C is dus een mijn leggen. En ik heb, wacht hè. Allee. Ah ja, spatiebar is een missile afvuren. Je hebt verschillende parcours en je kunt met geld, met eerste of tweede of derde zijn, verdient je geld. En met dat geld koop je een nieuwe map. Alleen, ja, dat is natuurlijk niet in echt geld, hè, maar dat is met het geld van dit spel. Dus als je ziet... Dit is mijn eerste game dat ik op mijn Mac heb, ooit heb genomen. Maar het is al redelijk lang geleden dat ik het nog heb gespeeld en ik wou een game review doen en dat is gewoon met de binnen, dus vandaar. Oh. Zoals je ziet daarnet, die, had je die onderkant gezien van die wagen? Ik vond het er enorm... Ja, het ziet er echt mooi uit, vind ik. De reden dat ik dit alleen doe, Casper werd dan betaald. Want ik had hem zo een nieuw programma laten downloaden voor het scherm op te nemen. En dat lukte niet. En ja, Casper wordt dan nogal redelijk snel aan betaald van. Allee, ja. Dus daarom doe ik dit alleen. Maar ze waren bezig aan een nieuwe Hunger Games video. En hij ging opnemen, zij wel een stomper. En ja, daar werd hij aan mijn tand van. Come on, ik wil tenminste... Ah, ik ben eerst, dus... Nee, ik had het niet eens door. Maar dit, hier was ik vroeger echt aan verslaafd. Voilà. Race over, you won. Als je ziet, hier, ik heb nu geld, hier, dit. En daarmee kan ik een nieuwe race kopen. En hier... Maar dit moet je echt wel... Of wacht, Car Store, waar is dat? Oké, dat ga je dus echt niet doen. Zie hoeveel geld dat kost, jongen. Dat is echt wel jammer dat dat geld kost. Oké. 3, 2, 1... En van de muziek ga ik het stelkens aan soms ook echt al ambetant worden. Het grappige was, ik had daar pas door dat dit zo van die op afstand bestuurbare dingetjes waren na een dag of twee. Ineens dacht ik zo van, ah hé, hey, dat zijn ze van die op afstand bestuurbare wagentjes. Ah, kijk eens aan. Dat is wel redelijk raar. Oh, ai. Ai, jeppetje. Zo'n turbo is echt moeilijk om mee te sturen. Ah. Come on. Allee, oké, mensen, nu ben ik echt aan het knoeien. Ah. Excuseer. Wat is dit? Ah. Dat kwam echt door die turbo.
Die turbos zijn echt aan de tand. Ik zou eens hebben, ze ook nog de wagen stonden dat je kunt kopen voor echt geld, man. Allee, ik doe dat niet, want ik vind dat nogal dom. Ik geef sowieso niks uit aan zo van die dingen. Ik geef sowieso niet graag games uit. Ah ja, deze game is ook gratis. Oh, skills. Oké, dat was even mooi. Dat was echt even mooi. Waarom sta ik 5 dus? Oké, hierna zullen we wel afronden, want het is leuk om te spelen, maar om te kijken iets minder, denk ik. En als Casper-editie, ik zou je nog wel uitleggen hoe dat je die opname ding moet doen, Casper. Want allee, je moet zo botsen, jongen. Ben je helemaal betoeterd? Oh. Allee. Chips. Come on. Hey. Aan mijn tante aan dit spel, dus zo, alles is echt super aan mijn tante. Ja, die kaarten, die wagentjes zijn kei licht, dus je vliegt alle kanten uit en dat is echt moeilijk om je dan weer in evenwicht te zetten. En ik denk ook niet dat je dit online kunt spelen, dus dit is echt single player. Maar Oké, we zijn er bijna. Ja. Oef. Oké, dit was het alweer. Like en subscribe alstublieft. En als je het leuk vindt, laat een comment achter. Dag.